Hij loopt hier, hij loopt hier. Wat? Wat? Dit is zo overpowered. Ik ga pickaxen. Oh, ga ik... Oh, oh, hoe moet ik bouwen? Ik heb van jullie massale aanvraag gekregen en dat was spelen op controle. Dus vandaag gaan wij spelen op controle in Fortnite Battle Royale. Vergeet natuurlijk even niet alvast blauw duimpje omhoog te smeten. Vergeet ook zeker niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Want we gaan richting 27.3k en jij kan me erbij helpen. Als jullie vaker willen dat ik dit ga doen, dan moeten wij een enorme like op van 1000 likes aantikken. Ik weet dat het onmogelijk klinkt, maar het zou moeten kunnen. Vergeet ook zeker niet mijn sport creator code TonGeenGrieksIT in te vullen in de iShop. Als je dat hebt gedaan, stuur naar mijn Instagram. En wie weet krijg jij een shout-out op mijn Instagram verhaal. En hoe is het? Laten we maar snel gaan kijken wat er gaat gebeuren met controle in Fortnite. Oké, we zijn dus aangekomen in een creative game en ik ben niet zo goed op controle zoals jullie hier kunnen zien. Ik kan wel een paar 90's, maar editen, dat gaat bij mij echt heel lastig. Ik kan wel iets, alleen niet zo heel veel. Dus ik wil eens gaan kijken hoe dat is als ik in een potje zit, hoe ik dan ga spelen natuurlijk. En die edit is ook super slecht. Ik ben echt gewoon niet goed. Maar laten we gewoon de game induiken en gaan kijken wat ik wel kan. Dus Oké, we zitten in de Battlebus, dan natuurlijk op een nieuw account. Ik ben ook nog nergens gedropt. Ik weet eigenlijk niet waar ik wil gaan droppen. Ik weet dat als ik naar de agency ga en de drunken in handen kan krijgen, dat ik dan echt zieke aimbot heb. Dus laten we gewoon naar de agency gaan. Want als je de drunken hebt, dan heb je echt gewoon gewonnen natuurlijk op controle. Dat is echt bizar hoe goed dat ding natuurlijk is. Oh mijn god. Ik kom er nu pas achter dat mijn geluid gemute was. Nou, zo erg was dat niet. Het was alleen even bij het looten. Dus ik hoop niet dat jullie het zo erg vonden, jongens. Maar ja, dat is wel een beetje stom, man. Laten we gewoon even die mensen gaan opzoeken. Oké, ik zie daar iemand zwemmen. Laten we daar gewoon heen gaan. Oh jee, dat was niet de bedoeling. Ik wilde boosten, maar die staat op rondje. Heel vreemd allemaal. Oké, hij zwemt hier. Als we nu eruit springen, kunnen we hem zo meteen denk ik L2 met de drumgun. Ik pak alvast mijn drumgun erbij. Misschien kunnen we hem ook nog een sniperspot geven. Even kijken, waar is hij? Waar is hij? Oh, hier. Oh, ik heb hem gewoon gesniped. Wat? Ik heb hem gewoon gesniped. Ik denk ik ga hem L2 met de drunken, maar dat is helemaal niet nodig, want ik snipe hem gewoon. Nou, ik ga gewoon even de volgende enemy opzoeken. Ik hoop dat ik snel weer een enemy tegenkom. Want dan kan ik daar wel natuurlijk de L2 op gebruiken met de drunken. Maar laten we nu de helikopter weer gaan pakken en even andere mensen gaan opzoeken. In de map natuurlijk. Oké, ik zie hier al gelijk iemand lopen in Lazy Links. Als ik eruit spring, ga ik hem gelijk L2 met mijn minigun. Oh, of met mijn drunken. Oké, hij hakt een muurtje. Oh, hier nog een enemy. Ik ga eerst hem pakken. Trrrt. Oh, bouw, bouw, bouw. Oh, ik had dat schot net geblokt. Oké, waar is hij? Oh, hier. Die drumgun is zo overpowered op controle. Ik snap nu waarom iedereen zo miept over die drumgun. Maar ik heb het nog nooit geprobeerd. Kijk, en mijn edits die zijn ook heel erg slecht natuurlijk. Ho, hop, hop, hop. Hier, Mongaal Classic. Boom. Niemand kan mij overtreffen. Ik ben echt veel beter. Oh, er wordt op mij geschoten. Nog steeds vanuit Lazy. Oh, daar, daar. Oké, laten we gewoon weer hem even gaan L2'en. Natuurlijk met mijn drumgun. Ik pak mijn drumgun erbij. Of R2 bedoel ik. Ik ben bijna doodgevallen. Maar we hebben hem wel. Oké. Ik ga snel even een beestje bouwen. Hoe doe ik dat? Zo. Hop, hop. En dan nemen we die medkit in. Zo, hoppatee. Onze medkit is ingenomen. Ik weet alleen niet... Hoe kom ik hieruit? Oké, zo. En die moet ik dan even editen. En zo, dan nemen we die minis natuurlijk mee van deze guy. En hoppatee, laten we de heli weer induiken. En dan gaan we even naar de storm. Of naar de safe zone natuurlijk, want die zit hier om het hoekje. Laten we die gewoon even gaan pakken. En misschien dat we daar wat enemies tegenkomen. Ik hoop het in ieder geval wel. Misschien dat we ook een keer een arena potje kunnen opnemen natuurlijk. Waar ik dan ook echt tegen mensen van 6k punten ga spelen in champ. Dus als jullie dat willen, laat even achter in de comments natuurlijk. Ik kan mijn materiaal ook niet aanpassen. Maar mijn pijltje naar links is stuk of zo. Kijk, kijk, kijk. Hij doet dat gewoon niet. Oh, dat is jammer. Ik zie daar een enemy lopen in de verte. Misschien dat we onze sniper er even bij kunnen pakken. Dan moeten we heel veel switchen. En boom. Oké, die missen we. Oké, let's go, let's go. Laten we onze burst erbij pakken. Oh, ik aim heel scheef. Oké, ik zie ook iemand. Die kunnen natuurlijk wel L2'en. Oh, hij snipt mij. Ik hem ook. Ik heb hem gesniped. Hoppa. Oké, hij heeft een mini. Of een mini. Nee, heavy sniper. Ik gooide natuurlijk bijna mijn mini. Dat wilde ik zeggen. Oké. We kunnen bouwen, we kunnen bouwen. Totdat we bij hem zijn. Oh, oh. En, oh. Oké, we pakken onze drumgun. En we gaan ermee springen. Oh, dat is zo overpowered. Oh, ik heb hem op ongeluk gedropt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mijn heavy sniper nog even pakken. Maar waar is die andere enemy? Want die zou hier toch ook ergens lopen? Oh, hij schiet op mij. Maar waar? Oh, daar, daar, daar. Oh, ik hoor hem. Hij loopt hier, hij loopt hier. Wat? Wat? Dit is zo overpowered. Oké, heavy sniper erbij pakken en snipen. Oké, waar is hij, waar is hij? Oh, daar, daar, daar. En... Snipe hem, snipe hem, snipe hem. Hoe? En... Boom! Wat? Controle is echt veel te overpowered met die aim assist. Vooral met die drumgun. Holy
Binnenkort wordt Aim Assist natuurlijk ook genurfd naar FNCS. Ik denk dat heel veel controleplayers die dit kijken dit heel jammer vinden. Ik snap het op zich wel, want als jullie mijn gameplay zien, dan is mijn aim gewoon te dodelijk. Echt serieus, daar kan je gewoon voor wegrennen. Hé, ik zie er nog een lama in de verte. Ik kan alleen nog steeds niet marken. Dat is een beetje stom. Maar ik zie ook een enemy lopen. Ik ga eerder voor de enemy dan voor die lama, want materials heb ik al zat. Dus, hij loopt hier naar binnen. Misschien dat we hem ook even kunnen L2 of R2. Ik weet niet hoe die termen heten in jullie... PS4, controller, elite, Xbox, wereldje. Trrrt. En oké, daar is nog een enemy. Huh, waar is hij? Hier. En nog één. Waar? Huh. We hebben gewoon weer 3 enemies in een hele korte tijd gekillt. Holy shit. Maar die aim assist. Ik verbaas me nog steeds wel eigenlijk een beetje. Want ik speel natuurlijk nu al heel lang op keyboard en mouse. Alleen echt die aim assist om dat gewoon een keertje te voelen. Je hoeft amper te richten. Oké. Ik heb niks gezegd. Ik wist niet dat je boos werd. Wat? Oké, ik ga hem noscopen. Ik doe het voor jullie. Ik ga hem noscopen, man boys. Huh. Tok. Oh, dat was geen noodscope. Oké, wacht. Ik ga pickaxen. Oh, gek. Hoe moet ik bouwen? Nee, paniek. Ga dood. Ik ging zelf bijna nog dood. Wat? Oké, even snel een base bouwen en minis innemen. Ik ging daar zelf gewoon nog bijna dood ook. Oh mijn god. Als ik daar dood ging, dan wist ik het ook echt niet meer hoor. Oké, even zo rotaten. Ik hoef helemaal geen shotgun nodig. Ik heb echt geen shotgun nodig op deze controller, man. Holy moly. Oké, we moeten naar de zone. Misschien dat we nog een 20-bom kunnen droppen. Trouwens, dat kan niet meer. Misschien een andere keer, misschien ook niet. Maar ik zou zeggen, als jullie dit vaak willen zien, is me even dat blauw duimpje omhoog natuurlijk. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want we zitten bijna op die 27.300 abonnees. Jij kan er natuurlijk bij helpen. Dat zou ik super erg waarderen. Er vallen hier wat airdrops voor mijn neus. Ik weet alleen niet of daar enemies voor gaan. Dus ik kan best naar zo'n airdrop toe gaan om te kijken of daar enemies zijn. Ik heb zelf ook nog een RPG, maar die heb ik echt 0 keer gebruikt. Oh, ik hoor nu een RPG. Dat was echt een perfecte timing. Ik zat er even achter mij te kijken of daar mensen waren. Maar voor mij zitten dus mensen te vechten. Oké, laat ik gewoon een launchpad neerplaatsen. Zo. Ik ga low launchen. Nee, zo. Huh. Snel voordat ze doodgaan. Oké, go. Hey, nog een lama. Wat? Ik kon gewoon 3 lama's tegen. Kom op, jullie zijn mijn kills. Waar zijn jullie? Oh mijn god. Oh mijn god. Waar is die laatste? Waar is die? Oh, daar. Hij is in de verte. Oké, hij heeft een RPG. Daar moet ik voor uitkijken. Misschien dat ik hem... Hop, gekrekt. Oké, hij bouwt. Nog een keer. Oh, waar schiet hij op? Wat? Bob top Alena. Oh, oké, we hebben hem. Oh, nog één. Oké. Wacht, laat me eerst deze lama pakken. Ik wil eerst even die lama. Oh, shit. Oh, ik ging bijna dood. No way. Oké, snel mijn minis weer innemen. Er is nog 1 enemy alive. We hebben 16 kills. Misschien dat we die 17 kills kunnen weten te behalen. En natuurlijk die victory royale. Dat zou super nice zijn. Dus, oké, meneer banaan. Oké, de laatste is een banaantje. Hij loopt hier in ieder geval. Laat ik hem gaan noscopen. Ik kan proberen te noscopen. Maar ik ben zo bang om hem damage te geven met mijn drumgun. Want ik ben zo bang dat hij dan al gelijk zo snel doodgaat. Maar ik kan hem nu dus noscopen. Dan heeft hij geen shield meer. Maar dan moet ik even kijken. Boom! Oké, hij hakt er doorheen. Beter bouwt hij niet omhoog. Ik wil hem gewoon noscopen. Het hoeft geen trickshot te zijn. Ik wil gewoon een noscope geven. Oeh, rustig. Meneer de banaan is ook een beetje boos. Oké. Maat, gebruik je SMG. Gebruik je aim assist. Wat doe jij? Oeh, even krenken. Krenk. Zo. Ik kan natuurlijk ook een trickshot ding opzetten. Laat ik dat gewoon doen. Ik weet alleen niet zo goed hoe dat moet op controller. Zo. En dan zo. Dan deze weghalen. En dan plaatsen we onze launchpad. Die plaatsen wij hier zo. Zo, rondje R3. Hoppa. Ik weet alleen niet waar die nu is. Oké, hij is nu daar. Laten we gewoon de noscope poppen. Boom! Oké, die was heel scheef. Oké, we gaan gewoon gelijk weer krenken. Zo, hoppatee. Hop. Oké. Als we snel zijn, kunnen er nog eentje voordat de storm er is. Maar dan moeten we nu even snel reloaden. Ik heb ook echt zweethandjes aan mijn controller. Holy moly. Oké, we gaan. Waar is hij? Oh, daar. Boom. Oké. Ik ga echt dood. Ik ben een beetje bang hiervoor. Oké, ik ga gewoon launchen. Want kijk waar de zone is. Daar wil ik even naartoe. Oh, shit. Als ik noem me niet, wordt ge-L2 uit de lucht. Oh, shit. Ik ben bang voor die even assist. Oké.
pak onze heavy sniper er weer bij. Als hij ook gaat launchen, dan kan ik hem misschien... Weet je wat? Ik weet niet of ik hem gewoon zou killen. Lopen, lopen, banaan. Ga lopen, ga lopen. Ik neem ondertussen even een minietje in. Ik weet niet hoe wij hem gaan killen. Misschien kunnen we hem trollen, misschien ook niet. Ik kan gewoon een noscope van een view poppen. Laten we dat eens proberen. Boom! Oké, die komt echt niet in de buurt natuurlijk. Right. Hey, je moet rennen, gast. Oh, die was echt dichtbij. Je moet lopen. Kom, 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 kom. Oh, hij neemt gewoon even een big pot in. Oké. En boom. Oké, als hij niet gaat lopen, dan kill ik hem wel. Oké, nee, hij loopt wel. Laten we even hier zo. Hop, edit. En omhoog. Oh, dat gaat echt heel fout. Oké, zo een ramp. Die mag weg. Kijk, waar loopt hij nou? Oh, daar loopt hij wel. Oké. Heel bitter gaat hij die launchpad nemen. Wacht, dan schiet ik even die bovenkant weg. Want dan kunnen we echt hem laseren uit de lucht. Dan kunnen we eens kijken hoe dat voelt. Oké, ik ga hem één hit geven. Hopelijk heeft hij geen shield. Oké, hij heeft wel shield. En noscope. Oké, ik ga gewoon springen en noscope doen. Want ja, wat moet ik anders? Ik kan niet echt trickshotten. Ik weet niet echt hoe de mobility, de movement en zo is. Ik kan ook gewoon op keyboard en mouse hem even afmaken. Door gewoon even kleine trickshot te gooien. Zoals zo en dan... Oh, ik kan niet springen. Oké, dat is vervelend. Oké, weet je, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon... Oeh! Oh, repairen. Oké, ik hoop niet dat hij ons naar beneden haalt. Dat zou echt niet leuk zijn. Ik zit best wel hoog trouwens. Oké, waar is de banaan? Oh shit, oh shit, de banaan is achter mij, onder mij nu. Eens even kijken. Hij staat bij die airdrop. Noscope! Oh, die was heel dichtbij. Weet je, het is niet zo'n spectaculaire noscope dat het gaat worden. Maar ik wil liever gewoon een noscope dan helemaal niets. Want dan kan ik wel met trots zeggen dat ik natuurlijk op controle gewoon ook een noscope heb gepopt. Zo, we gaan ietsjes naar beneden. Hij rent gewoon weg, zonder achter zich te kijken. Oh. Oké, we moeten heel stil zijn. We kunnen hem ook proberen te pickaxen, maar dan ben ik bang dat hij de win krijgt. Zo. Oh, kijk hoe goed ik ben, man, boys. Ik kan gewoon zo'n ster bouwen. Noscope. Oké, niet dus. Hij wordt lijp. Oké, banaantje wordt lijp. Noscope. Oh, waarom telkens naar zijn voeten? Ik wil gewoon een noscope hitten. Oké, hier, wacht. Boom. Ja, we hebben hem genoscoped. Yes, let's go. 3 meter, dan moet ik helemaal niet blijven zijn. Oké, we gaan even cranken. Oh, goede crankings, boys. Oh, hele goede crankings. Wow, yo, ik ben echt totaal niet goed op controle. We hebben in ieder geval wel 17 kills weten te behalen, als ik het goed zeg. Hier, even nog doorbouwen op keyboard en mouse natuurlijk. Ik kan alleen niet springen, dus dat is een beetje naar. Maar even kijken hoeveel kills hebben. We hebben er inderdaad 17 kills weten te behalen. Gewoon op controle met zieke aim assist. Holy shit. Anyways, als jij deze video leuk hebt gevonden, vergeet dan even niet blauw duimpje omhoog smashen. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super erg waarderen. En als we vaker natuurlijk op controle willen spelen, moeten jullie even liken en abonneren. Ik ben heel benieuwd of we het nog een keertje gaan halen. En jongens, hopelijk zie ik jullie bij de volgende video of livestream. Later mensen. Ciao, ciao.